De gemeente Almelo moet een cruciale rol spelen in een eventuele verhuizing van de honk- en softbalvereniging naar de stad Almelo. Dat klopt. We zijn daar al een tijdje mee bezig. En voor, vlak voor de vakantie hebben we aangegeven dat we graag met La Première verder willen op het sportpark Ossekoppelenhoek. En toen bleek dat het college van burgemeester en wethouders daar eigenlijk geen geld voor over had. Waarop wij wederom bij de gemeenteraad aan de bel hebben getrokken. En hebben we aangegeven dat wij verwachten dat, dat de gemeenteraad wel over de brug komt met een extra financiering voor Ossekoppelenhoek. En daarop is er discussie ontstaan in de gemeenteraad met de wethouder. Of zo'n financiering wellicht gedekt zou kunnen worden door een verkoop van het Maatveld, het sportpark. Daar is belangstelling voor en dat was ons ook bekend. En onze laatste informatie was dat die verkoop niet door kon gaan. En vlak voor de vakantie bleek dus dat die belangstelling er nog wel degelijk is. De gemeenteraad, en in dit geval dus de gemeente Almelo, heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van €250.000. Maar dat is niet genoeg. Nee, dat is een investering die genoeg is om een honkbalveld aan te leggen. Als wij naar Ossekoppelenhoek gaan, dan komen wij op twee trainingsvelden terecht van La Première. Het is niet mogelijk, dat is gebleken, om die twee trainingsvelden in gebruik te nemen en daarnaast een deel van dat nieuwe honkbalveld ook nog te gebruiken als een soort trainingsveld voor La Première. In oppervlakte gezien kan dat, maar niet praktisch gezien, omdat we niet samen tegelijkertijd daarop kunnen trainen. Dat betekent dat La Première dan een kunstgrasveld zou moeten krijgen en dat vraagt een extra investering van de gemeenteraad. Naast het veld van La Première is ook het veld van DRC 12 in de picture. Wat is het verschil tussen die twee? DRC die heeft zich bij ons gemeld eigenlijk terwijl de discussie rondom de financiering van dat kunstgrasveld van La Première losbarstte. En toen kwam DRC bij ons en zei van kom nog eens even bij ons kijken. Want volgens ons is zo'n honkbalveld ook op ons complex mogelijk. En bij ons hoeft niet een kunstgrasveld aangelegd te worden. Nou, dat scheelt een hoop geld natuurlijk. En omdat wij niet zeker wisten of de gemeenteraad wel zou instemmen met dat plan op Ossekoppelenhoek, hebben wij gezegd van nou, wij zijn het verplicht ook naar onze leden toe om ook met DRC dan in gesprek te gaan en te kijken of daar inderdaad ruimte is voor een honkbalveld. Ja. Wij willen naar een nieuwe locatie die ons kan huisvesten. En daarnaast beseffen wij natuurlijk dat de gemeente op de centjes moet letten. Maar zoals het er nu naar uitziet, lijken beide plannen gewoon mogelijk. Al dan niet dankzij die investering die die ondernemer bereid is te doen op het Maatveld. Afhankelijk van die gesprekken ook zal er een oplossing uit de Hoge Hoed komen. Daar hebben wij van vernomen dat het college van burgemeester en wethouders niet bereid zou zijn om extra geld te investeren. Maar dat was vanuit het perspectief dat er geen ondernemer was die belangstelling zou hebben voor het Maatveld. En dat laatste, dat is dus wel degelijk wel het geval. En dat is meneer Wispels van restaurant Het Maatveld. We spelen het hele jaar 2018 nog op het Maatveld. En in die tussentijd wordt ergens in Almelo een heel mooi nieuw honkbalveld aangelegd. Hoe knellend is het feit dat het Maatveld zo'n enorm eind van de stad ligt en in feite moeilijk te bereiken is? Dat is met name knellend voor de aanvoer en de groei van de vereniging van onderaf. Wij willen graag meer aandacht besteden aan onze jeugd. Dat is ontzettend lastig omdat wij ver van de stad liggen en bovendien in de loop der jaren barrières zijn ontstaan, zoals de Nijrace-Singel, waardoor je eigenlijk met een hele rare slalombeweging pas bij ons terechtkomt. En bovendien moet je dan als jeugd, als jongere, moet je door het bos, door het Nijrace bos fietsen. Nou, dat is sociaal onveilig. Het is sowieso onveilig. En het is slecht te vinden. En dat alles maakt dat de aangroei van onderaf
bij ons altijd te wensen overlaat.